Bij deze een mini-vlog van een werkdag uit mijn leven. Iets na 7 ging de wekker, waarna ik me opmaakte, de vaat opruimde en staand mijn overnight oats naar binnen schoof. Ik doe 's ochtends eigenlijk altijd meerdere dingen tegelijk, waardoor ik nooit echt zit tijdens het ontbijt. Iets na 8 stapte ik op de fiets om naar werk te gaan. Ik werk dus parttime in loondienst voor een bedrijf in Utrecht en parttime voor mezelf. Op kantoor pak ik meestal bij binnenkomst gelijk even een kop thee en vervolgens ga ik aan de slag. Ik werk bij een bedrijf in Utrecht waar ik voor verschillende bedrijven me bezighoud met het maken en plannen van content voor zowel social media als interne communicatie binnen het bedrijf. Rond 5 fiets ik naar huis waar Jan al had gekookt. Oh, zin in. Deze vegan butter chicken was zo lekker dat ik na het eten nog even wat hapjes uit de pan nam. Ik deed snel eventjes de afwas, maakte alvast een planning voor morgen en beantwoordde nog wat mails. Ik ging redelijk op tijd naar bed zodat ik nog even snel een serietje kon kijken en meestal probeer ik rond 10 wel te gaan slapen.